Zo, het nieuwe jaar is begonnen, dus het is weer tijd voor een nieuwe vlog. Er is een hoop gebeurd. We gaan verhuizen. We hebben de sleutel gekregen. We zijn aan het klussen. We zijn op twee plekken tegelijkertijd. En dat is behoorlijk druk, dus bijna geen tijd om te vloggen. Maar ik ga jullie toch een stukje van de manege laten zien waar we naartoe gaan. De meest gestelde vraag is waarom we hier naartoe gaan. Nou, we waren super tevreden. We hebben echt een topplekje in Groessen. Maar dit voelt als thuiskomen, omdat Thijs en ik er allebei opgegroeid zijn. Dit is de oprit. Nu nog een beetje rommelig. Het huis staat naast de manege. En dit was ooit een achtertuin. Maar ook hier hebben we niet zo'n grote achtertuin nodig, dus wordt dat parkeerplaats. De zomer komt hier het terras. Kun je leuk naar de buitenbaan kijken. En dan komen we in de hal. In de hal heb je twee opties. Of je gaat naar de kantine. Of je gaat de stallen en de rijbaan in. Hier zijn we bij de binnenrijbaan. Beste paard van stal. Super lief met opzadelen. Heel oud, de stal ook heel schoon. Perfect. En hier zijn de stalletjes die we om gaan maken tot om gaan bouwen tot poetsplaatsen. Als dat poetsplaatsen worden, waar gaan dan de paarden wonen? De paarden gaan dus hier achterin wonen, want hier gaan we een groepshuisvesting maken. Er moet nog het een en ander aan gebeuren. Ze hebben nu een soort van eigen zwembad, maar dat wordt ook nog netjes gemaakt en dan kunnen ze zelf kiezen of ze zo van een groepstal ze binnen gaan eten of buiten lekker gaan zonnen. En de weilanden die je daar ziet, daar kunnen de paarden in de zomer lekker grazen. En daar kunnen we dan mooi even op bijhouden wat er is gedaan. Spinnenwebben. Spinnenwebben. Toch jammer dat het geen Halloween is, want je zou hier een mooi feestje kunnen geven. Door die grote deuren heen kom je op het Ruiterpad. Het eerste stukje is van ons. En daarna begint het Noorderpark, waar je heerlijke buitenritten kan maken. Iets gedateerd, maar nu in ieder geval wel schoon. We gaan nog even hard aan de slag met alles achter de schermen voorbereiden, zodat wij op 3 maart open dag kunnen hebben. Op 5 maart gaan we beginnen met de lessen. En het is natuurlijk mogelijk om je ook al eerder in te schrijven. Volgende week dan ga ik ervoor zorgen dat hier alle programma's op de computer staan. En daarna ga ik een kennismakings/inschrijfmoment plannen. Zodat de ruiters die graag per 5 maart weer willen komen rijden, dat ook kan. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op www.manegethoogt.nl. En blijf ons volgen op Facebook en natuurlijk YouTube. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer!